Er ook niet videoen. Wat u hier wel mag, dat is fotograferen, maar zonder flitslicht, alstublieft. Ladies and gentlemen, welcome in the Mondrian Hall. We're going to start right away, but first some house rules. You're not allowed to smoke, you're not allowed to make any cell phone calls, so switch off the thing. You're not allowed to video, you are allowed to make pictures, but without flashlight, please. En dan het volgende optreden dat echt spetterend belooft te worden. De een die won nog niet zo lang geleden de prestigieuze prijs van de Franse Academie du Jazz voor het vernieuwen van de Gypsy Jazz. En de ander stond als 12-jarig wonderkind al voor de Nederlandse televisie. Verwierf daarna wereldfaam tot een Carnegie Hall. Dus dit is de absolute top. Ladies and gentlemen, the next gig is gonna be as exciting as can be. One of them has won the prestigious prize of the French Academy du Jazz for renewing Gypsy Jazz. The other one, as a 12-year wonder kid, made his debut on Dutch TV and then made it in the whole wide world unto Carnegie Hall. So this is the ultimate top you're going to experience. Dames en heren, ladies and gentlemen, Romain en Stochello Rosenberg.
Dank u wel. Daar begin ik alvast mee. Maar ik wil ook natuurlijk de muzikanten aankondigen die achter mij zitten. Het zijn echt wereldmuzikanten, fantastische muzikanten. Ik mocht met hen werken met de cd die we opgenomen hebben, Double Jeu. Dat is ongeveer een jaar geleden. En met deze formatie zitten we een beetje in Frankrijk en heel Europa een beetje door. Maar ik wil aan u voorstellen op bas Marc Lebevillon. Marc-Michel Lebevillon, c'est ça. Okay. Aan de drums, dames en heren, Stéphane Huchard. En dan natuurlijk, links van mij, Romaan. Et bien sûr, monsieur Stoklo Rosenberg. Nou, voor mij is het een beetje vreemd, want als we in Frankrijk toeren, dan zit hij de hele avond te praten. Dus hij verstaat er nu helemaal niks van. Hij kijkt me aan alsof ik... Maar dat geeft niks. Dat doet hij ook in Frankrijk. Dus het is een beetje een revanche voor mij. Het eerste nummer, dames en heren, die we gespeeld hebben, dat was een compositie van mij. En we spelen toch een beetje de volgorde van die cd die we opgenomen hebben. Strange Eyes, een compositie van Stoklo Rosenberg. En we gaan verder met een bekende jazzstandaard, Nature Boy. Thank you.
Dank u wel. Het blijft een prachtige stuk Nature Boy, dames en heren. Het volgende stuk, dames en heren, is een compositie van Roman. Hij heeft het R&B genoemd. R&B, kan je het voorstellen? R&B. Maar hij bedoelde eigenlijk mee Route National Bis. Dus we spelen R&B, gecomponeerd door Roman. Thank you.
Nou, het volgende stuk, dames en heren, is een heel bekende compositie van Dave Brubeck. Ik heb het over Blue Rondo à la Turk. En ja, voor ons hebben we dat opgenomen. Het is een beetje experimenteel, zou ik zeggen. Niet toepasselijk eigenlijk in de stijl van Django Reinhardt, die jullie misschien normaal gewend zijn van ons. Maar we vonden het hartstikke leuk om dit op te nemen. Een kleine uitdaging voor ons. Blue Rondo à la Turk. Thank you.
Dank u wel. Blue Rondo, alle toch, dames en heren van Dave Brubeck. Het blijft toch een fantastische nummer om te spelen. Een heel uitdagend nummer. Het volgende stuk is alweer een compositie van mij. Het is een valsje die ik gecomponeerd heb voor het album Double Jeu. En het heeft ook de titelsong Double Jeu. Double Jeu, dus, dames en heren, de titelsong van de CD. Ik blijf nog even bij een eigen compositie. Het is een bluesje die ik gecomponeerd heb
Het is een tijdje geleden dat Barney Kessel is overleden. Ik denk dat het een heel groot verlies is, natuurlijk ook voor de jazzwereld. En ik dacht, ik draag het op aan Barney Kessel, dus het is Blues for Barney. Thank you.
Het volgende stuk, dames en heren, is een compositie, alweer van Romaan, en is getiteld Ascent Groove.
We gaan helaas, dames en heren, het laatste nummer spelen. En we kunnen het niet permitteren deze avond om een paar composities van Django Reinhardt te spelen. En we hadden zo het idee om een compositie van Django te nemen die zo geweldig is dat we die alleen maar met z'n tweeën tegelijk kunnen spelen. Dan lijkt het een beetje op. Ik heb het over Django's Tiger met een kleine verrassing. Django's Tiger. Thank you.
Thank you.
Dames en heren, Romaan en Stoffelo Rosenberg. Met op drums Stéphane Huchard. Op bas Marc-Michel Lebévillon. En op gitaar Romaan en Stoffelo Rosenberg. Dames en heren, wat wilt u? Wat wilt u? Nog één keer, wat wilt u? Nou, wat willen jullie?
Thank you.